Maar dan geef ik het weer terug aan de hoogheid. Voor de winnaar. Kruiken en kruikinnen. Het moment is daar. De winnaar van Zummezingen 2024 is geworden. Het Leger der Schwels en Fiesta Sylvester! Dit is toch wel dik verdiend, toch? Of niet? Nou ja, denk wel verdiend, maar ik had het niet verwacht. Waarom hebben jullie gewonnen? Ja, ik denk textueel. Dat het heel mooi in elkaar zat. Geschreven door Gerard. Geschreven door Gerard Korthout. En ja, met al het enthousiasme wat je hier achter hoort, denk ik dat wij de terechte winnaar zijn. We hebben een heel goede blazerkest. Dus daar ben ik ook heel trots op Fiesta Sylvester uit Berkelenschot. En natuurlijk het enthousiasme van het Leger des Dwels. ja, wij dachten we moeten om 11:30 optreden. Als we dat nog maar redden. Maar ze hebben er eigenlijk nog redelijk goed gedragen. Het Leger des Dwels is echt al jarenlang k***. En die hebben wij de afgelopen 2 jaar een beetje uit de slop geholpen. En vorig jaar waren we tweede, dit jaar hebben we gewonnen. Ja. Jongens, jullie hebben het te danken namens Fiesta Sylvester. Ik hoop dat jullie er blijven waren. Hey, deze is voor jou, Tim. Fiesta. Deze is voor jou. Nou, ik kan jullie vertellen dat het heel leuk is. Het zijn allemaal mannen. Ik ben een... Oh, God, dat is ook al blij. Ja, mijn vrouw gelooft niet dat ik gewonnen heb. Kampioen! Even een selfie! Nou, dat bedoel ik dus. Ik hou van slappe humor. En ja, ik kan er heel goed mee overweg. Dus wat dat betreft, voordat we wisten dat we gewonnen hadden, zei ik al, volgend jaar doe ik weer mee. Dus wie weet. Hoe leuk is het om in Kruikenstad te zingen? Heel leuk, ja. Leg eens uit. Ik heb Kruikenstad Tilburg eigenlijk pas 10 jaar geleden een beetje leren kennen. Toen ben ik bij Stadstheater De Boemel terechtgekomen. En er is geen één stad in heel de omgeving waar zoveel live muziek is te vinden. Het is eigenlijk een bron van muzikanten, wat je hier vindt in Tilburg. Dus ja, dat heeft me wel een beetje naar mijn hart gegrepen. Dus ik kom heel graag in Tilburg en ja, muziek maken en optreden. Was dit een opwarmertje? Ja, zeker. Dit smaakt natuurlijk naar meer. Dus ja, laat maar komen die carnaval. Als ik hier geniet ervan. Dank maak er nog een mooie avond van. Dank jullie wel. Dank je wel. Doei. Hey!